Ja, en daar heb je ook die Imperial Overstretch. Dus daar zeg je het voor het eerst. Met 15 jaar dienst was hij de langzittende Nederlandse correspondent in de Verenigde Staten. Max Westerman werkt momenteel aan zijn nieuwste boek In alle Staten. Hierin blikt hij terug op een kwart eeuw wonen in het machtigste land ter wereld. Een boel rode strepen, Lolies. Ja. Is dat voor het zo erg? Ja, het wordt een hartstikke goed hoofdstuk. Ja. Maar wij hadden rivalen, dat heeft Amerika niet meer. Ja. Wij hadden de Britten als rivaal toen we een grootmacht waren. Amerika heeft geen enkele rivaal meer, heeft dus gewoon de alleenheerschappij. Ja. Dus dat idee, en dan... Dat moet er ook nog in, ja. En dan, what goes up must come down. Precies. Wanneer moet dit hoofdstuk af zijn? Nou, dat moeten we na het weekend afronden, denk ik. Aha. Dat zou allemaal zijn. Oké. Okay. En vanmiddag moeten we nog kijken naar American Dream. Ja. Oké. Okay. En die moet ook eigenlijk na het weekend af zijn. Ja. Met andere woorden. Ik heb me druk dit allemaal weekend. De komende 3 dagen. Het wordt een gezellig weekend, ja. Als je een keer heel veel macht hebt verworven en heel veel landen beheerst, dat ook heel moeilijk is om dat weer op te geven. En zelfs als je economie dan inkrimpt, dat je toch steeds meer aan je leger blijft uitgeven. Ja. Iedere wereldmacht tot nog toe heeft zich daar altijd aan bezondigd. En er zijn geen uitzonderingen op geweest. Bush is degene die het meest heeft uitgegeven ooit, toch? Bush heeft meer geleend dan al zijn 42 voorgangers bij elkaar om zijn defensiebeleid te kunnen financieren. Dat heeft uiteindelijk consequenties voor de economische staying power van Amerika. Tot nog toe heeft hij het gefinancierd door het te lenen. Ik moet eigenlijk hier van het feit dat de hele wereld nu met angst en beven naar Amerika kijkt, vanwege het optreden van Bush de afgelopen jaren, naar een beschouwing over hoe het nu verder met de supermacht zal gaan, of die zijn macht zal behouden, en hoe dat eruit zal zien onder een volgende president. Zullen we, zolang het de enige supermacht blijft, altijd paranoïde naar Amerika blijven kijken, of is het probleem met het gesprek van Bush opgelost? Zoiets. Het is een enorme puzzel, zo'n boek, hè?